Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe NEC-update. Ja, kijk eens, het najaarszonnetje schijnt lekker en zo werd er ook vrijdagochtend getraind richting de wedstrijd van zaterdag. Want dan wacht een heet avondje NAC. Wat zien we dan zo op het trainingsveld? Nou, we zien in ieder geval dat Sano weer terug is. Kijk, daar is hij weer, ook Robin Roefs is terug. En hier, hey, Koki Okawa. Hij is er niet bij, hij heeft last ergens van, blessure, twijfelgeval in ieder geval voor zaterdag. En ook Sandler loopt nog gewoon zijn rondjes, dus die zal er morgen zeker nog niet bij zijn. Maar ja, NAC Breda, een heet een avondje NAC. Ja, daar hebben wij eigenlijk hier nog wel goede herinneringen aan. De trainer ook? Tuurlijk. Ja, dat zal ik sowieso nooit vergeten. Ik ben niet de eerste die het vraagt. Ik heb er zelf nog niet zoveel... aan teruggedacht, omdat je meer bezig bent met de wedstrijd. Maar het is natuurlijk altijd een mooi sentiment. Heet avondje NAC gaat het gewoon worden. Ja, leuk. Ik bedoel, ik denk niet dat veel spelers dat bij ons kennen. Ik denk dat het een, zoals jij zegt, een avondje NAC is altijd speciaal. En daar wil je lekker tegen voetballen, dus dat is wel onze bedoeling. Maar waar liggen voor jullie de kansen, denk je, tegen NAC? Ja, moet voetballen. Dan moeten we proberen tegen elke ploeg uiteraard. Ik denk dat NAC ook een ploeg is die agressief kan verdedigen. Die dat ook probeert heel kort en vaak ook in 1-1 uit te voeren. Nou, als je daar dan onderuit voetbalt, dan ligt er ook ruimte. En ja, dat wil je proberen te benutten. Ik denk dat die ruimtes er ook gaan komen, want ze spelen thuis. Dus ze zullen ook vooruit geduwd worden. Nou, daar moeten we goed aan de bal zijn. Zoals we de tweede helft tegen Feyenoord bij Vlagen waren, dan ga je kansen creëren. En ja, dan is het... Ja, dan moet je ze ook afmaken. We moesten al lang op wachten, maar eindelijk was hij er dan deze week. Vito van Krooi. Ja, met welk verhaal kwam eigenlijk Carlos Albers, technisch directeur van NEC, naar hem toe? NEC wou me graag halen, omdat iedereen heeft natuurlijk nog het laatste seizoen voor mij in Nederland in zijn hoofd. En daar heb ik het natuurlijk geweldig gedaan bij Sparta. En NEC is natuurlijk een team dat in de afgelopen paar jaar gigantisch gegroeid is qua club en qua spelers natuurlijk. En ik denk dat ze in het afgelopen jaar ook geweldig hebben gedaan. En ja, ik denk dat ik daar goed mijn steentje aan kan bij gaan dragen. En uiteindelijk hopelijk veel te spelen en belangrijk te gaan zijn voor het team. En ja, dat is NEC geworden, omdat voor mij is NEC, wat ik zeg, de afgelopen jaren geweldig gegroeid. En daar heb ik gewoon zin om hier weer te spelen. Het avontuur in Saudi-Arabië, hoe was dat? Ja, qua voetbal had ik het natuurlijk beter verwacht. Ik heb het niet geweldig gedaan afgelopen jaar. En het is natuurlijk een hele ervaring geweest. Heel nieuw, totaal andere omgeving, andere cultuur. Totaal ander voetbal ook. En een mooie levenservaring om mee te maken. En ja, helaas heb ik het voor mijzelf niet goed gedaan daar. Alleen ja, soms heb je dat ook erbij zitten in het voetbal natuurlijk. En daarom zie ik het als een mooie ervaring wat ik heb gehad. En kan ik er op zich wel op een positief gevoel over terugkijken. Dan gaan we nu eventjes naar gisteravond, want er was een bijzondere bijeenkomst hier in de Goffert. Een bijeenkomst waar mensen even bedankt werden die de club al jarenlang steunen. Vooral financieel steunen. Nou, we kennen ze eigenlijk allemaal al. Kijk hier onder andere Marcel Boekhoorn natuurlijk. Ja, die werden eventjes in het zonnetje gezet. En dat gebeurde op een bijzondere wijze. Er werden kunststukken onthuld. Kijk even naar dit. Deze werd onthuld. Die komt in de Goffert zelf te staan bij de ingang. Ja, je ziet het al. Het is een stadionlamp. En zo werden die eventjes bedankt en mochten ze die lamp meenemen. Nou, ik denk dat die later gebracht wordt, want het was toch al een grote lamp en zwaar. Misschien niet voor iedereen handig om zo eventjes mee te nemen. Dan weer terug naar de training van vandaag. Want ja, we zagen Koki Okawa al hier bij de training vertrekken. Heeft niet meegedaan. Nou, Sander dus al niet. Wie kunnen er wel meedoen? Trainer Rogier Meijer. Misschien heeft hij de antwoorden. Nee, die trainen apart. We hebben sowieso een aantal twijfelgevallen nog voor morgen. Dus ja, daar hebben we ook nog geen opstelling in. Dus dat zullen we morgen zien. De twijfelgevallen dan? Ja, dat moet blijken. Dat hou ik even voor mezelf. Maar uiteindelijk... Maar dan hebben we het over Sano, denk ik. Die zit daar ook bij. Maar er zijn een aantal jongens die wat klachten hebben, zo links en rechts. Dus wat ik al zeg, moeten we morgen kijken hoe we ervoor staan. Sandler is er in ieder geval niet bij, hè? Nee, die is er niet bij. Van Krooi, is hij alweer speelgerechtigd? Of, want daar was toch iets mee, hè? Nou, dat is ook een twijfelgeval. Dus ik heb het al bijna allemaal voorspeld nu of aangegeven. Dus daar moeten we ook afwachten of het vandaag lukt. De Arabische bond heeft nog niet op de knop groen gedrukt. Dus we moeten even afwachten.
Ja, zo verklapt hij het dan toch allemaal maar. Dus we maken even de balans op. Philip Sandler is er sowieso dus niet bij, net zoals Derek Proper niet. Sano is een twijfelgeval, Koki is een twijfelgeval en dus ook nog Vito van Krooi is een twijfelgeval. De puzzel wordt in ieder geval morgen voor de aftrap gelegd en dan zullen we weten wie er gaan spelen. Kunnen niet bij zijn in Breda. Wij zijn er natuurlijk als RN7 wel bij. Je kunt het op de radio live weer gaan volgen. En wij zijn er heel snel weer met een nieuwe NEC-update. Ik zeg graag tot de volgende.